Personen die willen bouwen en een bouwvergunning nodig hebben van het ministerie van Openbare Werken kunnen opgelucht ademhalen. Waar vroeger 6 maanden moest worden gewacht op een bouwvergunning, kan het document nu in 2 weken af zijn. De procedure vanaf de aanvraag tot het verlenen van de bouwvergunning is daarmee drastisch ingekort, zegt Marlon Schoonhoven, lid van het managementteam van het ministerie van OWTNC. Er gewoon naar onze mening te veel stappen ingebouwd en er was te weinig controle in die stappen. En dat betekent dat wanneer iemand een bouwvergunning indiende, hij kreeg een strookje, dat je niet precies wist wanneer je een bouwvergunning in orde zou zijn. Dus het kon 3 maanden duren, het kon 6 maanden duren. En natuurlijk als je een investering wil plegen om een huis te bouwen of een kantoorpand neer te zetten, dan wil je met name met de fluctuaties van de koers wil je zo snel mogelijk aanvangen met je bouw. En hebben wij dus die procedure teruggebracht naar ongeveer 2 weken. In principe moet men binnen 2 weken zijn bouwvergunning in handen kunnen hebben. Als men natuurlijk voldoet aan alle vereisten die daaraan gekoppeld zijn. Marlon Schoonhoven van het managementteam van het ministerie van Openbare Werken over de nieuwe aanvraagprocedure van bouwvergunningen. De wachttijd is verkort tot 2 weken. De criteria voor de aanvraag van een bouwvergunning zijn wel hetzelfde gebleven.